Een jetpack of zo zou op zich ook wel vet zijn. Gewoon naar de HVA toe kunnen vliegen. Wat is een uitvinding die echt heel belangrijk is geweest voor jou? Misschien licht of zo, als ik dan heel snel een keuze moet maken, maar verder nee. Het tosti-apparaat. IJzeren rietjes, ja. In plaats van plastic rietjes. De dopper. Ja, de dopper. Ja, het internet is natuurlijk een van de meest belangrijke dingen op het moment. Ik denk het internet, omdat dat heel veel heeft bijgedragen aan ontwikkeling en contact tussen mensen over de hele wereld. Nou, ik moet eerlijk toegeven dat ik best wel blij ben met reisplanner voor OV en zo. Dus niet dat ik alles zelf nog moet opzoeken op kaart of zo. We hebben ook nog een mini-quizje. Dus ik noem een paar uitvinders op. En dan moet jij zeggen wat diegene hebben uitgevonden. Wilhelm Röntgen. De röntgenfoto. Oh, voor de röntgenfoto ding. Heel goed. En hebben jullie zelf wel eens iets bedacht waarvan je dacht, dit is zo'n goed idee, hier moet ik echt patent op aanvragen en dit is echt een fantastische uitvinding? Zo vaak, maar dan gaat het weer weg en dan denk ik, nee, had ik dat nou maar opgeschreven of iets meer gedaan. Isaac Newton. Heeft niks uitgevonden, heeft dat ontdekt, dus zwaartekracht. Was het niet van dat de gravitatiewet? Alexander Bell. Oh, weet ik niet. Nee. Nee. Alexander Bell. Telefoon. Bel, ja, de fietsbel. Bellen, telefoneren. Heel goed. Kijk.